Bij ons Pieter de Crème, vroeger oppositieleider, nu boegbeeld van de nieuwe meerderheid. Zullen we dat systeem van de opvolgers gewoon afschaffen? We nemen gewoon de volgende met het meeste stemmen op de lijst. Ja, er is natuurlijk, ik ben nooit als opvolger op een lijst gaan staan, ben altijd rechtstreeks verkozen geworden. Maar ik denk dat het systeem op zich niet slecht is. Het is mogelijk dat je mensen eigenlijk wat laat groeien, maar de wijze waarop het wordt toegepast is natuurlijk wel uit de hand gelopen. Het heeft vooral te maken met het feit dat er heel veel verkiezingen zijn. Er waren 3 jaar geleden gewestverkiezingen, nu zijn er federale verkiezingen, binnen 2 jaar zijn er weer verkiezingen. En het zou misschien een oplossing kunnen zijn door te zeggen, wanneer men ergens verkozen is, dan moet men het mandaat zeker opnemen. En ik denk dat we het eigenlijk moeten aanpakken in een totale tekening van, moeten we niet kijken of we iets kunnen doen aan het samenvallen van de data van de verkiezingen. Okay, dat zijn 2 dingen. Bijvoorbeeld, hè? Ja, eerste ding wat u zegt, wie verkozen is, moet het mandaat opnemen. Ja, ik vind dat je dat eigenlijk ook, dat je dat zou moeten doen en je zou dat, en wanneer je daar gewoon een gedrags of een houding van maakt, zie je dat het niet lukt. Je zou het eigenlijk moeten kunnen vastleggen, want laat ons eerlijk zijn, de rest is toch wel wat kiezersbedrog. Men gaat op een lijst staan, maar men zegt eigenlijk, ja, ik ga toch niet zetelen en ik denk dat dat geen goede zaak is. Ik herinner u aan dat Chris Peters verkozen was in deze Kamer en niet de eed heeft afgelegd. Ja, ik moet dat ook niet verdedigen. Het enige probleem was dat Chris Peters een heel krachtige politieke figuur is, maar die eigenlijk wel één zaak nog niet altijd volbracht. Hij had geen parlementair mandaat en hij was niet gelegitimeerd door de kiezer. En ik denk dat dat ook in dit specifiek geval een rol heeft gespeeld, zoals voor alle anderen. Oké, okay, maar u stelt voor alle duidelijkheid, ook. U stelt een regel voor waarbij dit niet meer kan. Hè? Wie op de lijst staat, neemt zijn mandaat op. Wie op een lijst staat en die is verkozen, die neemt het mandaat waarin hij is verkozen, neemt dat op en dat andere komt dan te vervallen. Ik denk dat dat een goede zaak zou zijn. Ja, en dat nemen we dan op in de wet. En dat moet men afdwingbaar maken in de wet. Waarom? Omdat het anders voor sommige partijen en sommige mensen niet geldt en voor anderen wel. En de wet is meestal in dit land nog altijd gelijk voor iedereen. Ja. Het tweede wat u zei, leg alle verkiezingen samen. Is dat een concrete bedoeling van de nieuwe meerderheid? Wel, ik heb niet gezegd leg ze allemaal samen. Ik heb wel gezegd, je kan het probleem van de opvolgers niet loskoppelen van een aantal andere zaken. Er zijn veel verkiezingen. Vele partijen, vele kandidaten hebben gezien dat er ook wat een verkiezingsvermoeidheid aan het ontstaan is bij de kiezers. Er was niet alleen in 2004, laten we zeggen, Vlaamse of regionale verkiezingen. Er waren ook gemeenteraadsverkiezingen in 2006, parlementsverkiezingen in 2007, nieuwe gewestverkiezingen, verkiezingen in Vlaanderen 2009 en opnieuw, er zijn ook Europese verkiezingen, en opnieuw federale verkiezingen in 2011. Zouden we toch eens niet de oefening kunnen doen van, kunnen we niet kijken om verkiezingen te laten samenvallen. Ik moet u zeggen, er is daar ook bij met ons name dan de Vlaamse en de federale? De Vlaamse en de federale. Hè. Er is ook in mijn partij daar nog niet altijd overeenstemming over bereikt. Wat we wel voorgesteld hebben, is wanneer er een verdere overdracht is naar de bevoegdheden naar bijvoorbeeld Vlaanderen, naar de gemeenschappen en de gewesten, dat daar dan toch wel zou moeten kunnen over gesproken worden om eigenlijk het systeem nog wat te laten functioneren. Is dat een partijstandpunt? Ja, Jo van Deurze heeft ook gezegd, wanneer we verder kunnen gaan in het overdragen van bevoegdheden, dan zouden we eigenlijk het toch eens moeten kunnen gaan herbekijken. Nou, aan u mag ik het vragen. Heeft ons parlement macht? Wel, ons parlement heeft macht in die zin. Het is soms een beetje zichtbare onmacht, maar het is soms ook onzichtbare macht. Er is tot nader order geen beter systeem uitgevonden in een democratie dan een parlement om de uitvoerende macht om de regering te controleren. Waarom? Omdat je kan zeggen in een parlement tot hier en niet verder. Ja, momentje hoor, maar we zitten daar toch met een andere cultuur. Want in andere landen is het heel gewoon dat een minister eens bakzeil moet halen, omdat hij het niet haalt in het parlement. Daarmee moet hij nog geen ontslag nemen. Bij ons is dat een ongelooflijke vernedering. Dat is toch een andere cultuur. U heeft daarin volledig gelijk. Het heeft wellicht ook te maken met de specifieke toestand van dit land. Mensen die tot 2 taalrollen behoren, heel vaak coalitie. Akkoorden, heel vaak, ik bedoel, sinds 1958 altijd coalities met minstens 4 partijen. Het maakt het ook heel moeilijk om een minister eigenlijk wat ongelijk te laten toegeven. Maar je kan wel zeggen in een parlement tot hier en niet verder. Bijvoorbeeld in het DHL-dossier is dat in het parlement gebeurd, waarbij de uitredende eerste minister toch in het parlement geconfronteerd geworden is met een aantal zaken die in een dossier niet klopten. Heel het stookolie dossier, het Stokholm-Ischek-dossier, is in het parlement eigenlijk gespeeld en heeft toch de minister bakzeil doen halen. Dat kan je doen in een parlement, maar je zou meer kunnen doen. En we hebben een concreet voorstel, dat is wanneer er een nieuwe regering komt, de ministers eerst in het parlement komen, in de respectievelijke commissies, om te zeggen wat ze willen doen op het departement, en waarbij de Kamerleden
aan de hand van vragen en van ideeënuitwisselingen kunnen zien of iemand eigenlijk wel bekwaam is om de job te doen. Maar vandaag worden gewoon de ministers gekozen door de partijhoofdkwartieren. Het is een parlementsleden stemmen gewoon goed. Het heeft een moeilijke naam, het noemt de ministeriële investituur, maar ik denk dat het ook een psychologische impact zal hebben, dat partijvoorzitters eigenlijk niet lichtzinnig zullen omgaan met het aanduiden van ministers en staatssecretarissen. Omdat ze bang zijn voor wat gaat die commissie voor de repercussies daarvan. En zou het trouwens voor de federale regering niet goed zijn dat zowel Nederlandstalige ministers als Franstalige ministers eigenlijk de taal van de andere taalgroep toch op een beduidende wijze beheersen, want dit is toch wel problematisch aan het worden. Ja, en dat kan je checken in zo'n commissie. Dat kan je checken. Nog even over die samenvallende verkiezingen. Vroeger zei uw partij altijd, je moet die uit elkaar houden, omdat het Vlaamse en het federale niveau nu eenmaal een eigen identiteit hebben en je moet dat aan de mensen duidelijk maken. Dat is eigenlijk in de groei van de staatshervorming en ook wanneer de regionale parlementen, het Vlaamse parlement, de eerste keer haar legislatuur heeft kunnen vastleggen, was het een bewuste keuze om die legislatuur langer te maken, 5 jaar in plaats van 4, en om de verkiezingen niet te laten samenvallen, om te tonen dat er eigenlijk een eigen dynamiek was. Nu is het zo dat door het aaneenschakelen van verkiezingen, dat je eigenlijk het voordeel daarvan niet meer hebt. Ik vind dat we daar moeten kunnen over spreken. Ja, meneer De Krem, wordt u Kamervoorzitter? Voorlopig niet en misschien ook niet. Het is eerlijk gezegd een standaard antwoord. Het is niet aan de orde. We zullen zien wat het brengt. Hebt u er zin in? Vraag is aan de 149 andere Kamerleden wat zij de meest fantastische, moeilijke, maar meest uitdagende job zouden vinden naast fractieleider in een parlement. Dan is het die van Kamervoorzitter. Maar dat is een heel eigenaardig evenwicht. Wanneer in de Senaat er een Franstalige is, is er automatisch een Nederlandstalige in de Kamer. We zullen dat zien. Ja, hebt u meer zin om minister te worden? Dat is minstens een even uitdagende job. Er zijn ook verkiezingen geweest, maar dat is een samenloop van omstandigheden. Bedankt voor uw komst, Pieter De Krem. Goedenavond.